studeer een bachelor autotechnologie. Ik ben Mohamed, ik doe graduaat voertuigtechnieken. Ik volg de graduaat omdat ik veel praktischer gericht ben dan theoretisch. Ik studeer bachelor autotechnologie, puur uit mijn passie voor auto's. In de graduaatsrichting leren wij ook op 2 jaar tijd van onderhoudstechnieker toe naar diagnosetechnieker te groeien. Ik werk heel graag met mijn handen en dat is de reden dat ik voor de graduaat koos. Voor mij persoonlijk is praktisch leren de beste manier om te leren en te onthouden. Ik heb gekozen voor de bachelor autotechnologie om mijn waaier zo breed mogelijk te houden. Ik vind het handig dat we in de bacheloropleiding de praktijk aan de theorie kunnen koppelen. Dat zorgt ervoor dat de vele theorie eigenlijk heel makkelijk begrijpbaar wordt door het ook toe te passen in de praktijk. De begeleiding hier binnen KDG is top. Je krijgt eigenlijk van je eerste dag van je opleiding tot je laatste dag echt een persoonlijke begeleiding. Binnenin de graduaatsopleiding hebben we ook coachen die dat we kunnen gebruiken. Die coach is zowel op de werkplek als op school als thuis bij thuisopdrachten heel handig. In de bacheloropleiding hebben we om de 8 weken examens. Dat zorgt ervoor dat je nooit zo'n grote blok moet studeren. In de graduaat zijn er geen examens. Je wordt beoordeeld aan de hand van het feedback en dat heeft mij heel hard geholpen om betere technieker te worden. Momenteel doe ik mijn laatste dagen stage. Daarna ga ik in de aftersales en in de sales werken, zodat ik mezelf nog meer kan ontwikkelen. In onze graduaatsrichting is er eigenlijk in de 2 jaar heel erg gefocust op levenslang leren. En door levenslang leren ga je kunnen doorgroeien naar diagnosetechnieker en wie weet zelf nog meer.